Die ligt er lekker bij. En die ligt er ook lekker bij. Maar we gaan wel eventjes lekker lopen. Dus lekker van het mooie weer genieten. En ik zou zeggen, geniet daar ook lekker van. En geniet ook lekker weer met ons mee. Want wat de dag ons brengen gaat, ik weet het niet. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer een zaterdag en we leven dan weer op de 16e april en we leven om 7 minuten ongeveer over 2. Ik ga de meisjes uitlaten even en dan pak ik daarna de booster weer en dan ga ik weer richting het centrum waar uiteraard Karen weer op me wacht. Ja. En dan zullen we zien wat voor een middag we tegemoet gaan. Ik weet het niet. Ze zit nou even een hapje te eten. Nou ja, ik heb eten thuis, dus ja, waarom moet ik iedere keer op een terrasje gaan zitten te eten? Ik heb dat nou van de week al een paar keer gedaan, daar heb ik nog geen behoefte aan. Nee. En dat kost ook allemaal maar weer geld. En dat vind ik zonde van mij in geld. Ja. Dus dat doen we niet. Wat, Mea. Die ligt er lekker bij. En die ligt er ook lekker bij. Maar we gaan wel eventjes lekker lopen. Dus lekker van het mooie weer genieten. En ik zou zeggen, geniet daar ook lekker van. En geniet ook lekker weer met ons mee. Want wat de dag ons brengen gaat, ik weet het niet. Nee, ik weet het totaal niet. Karen wou over de markt heen. Nou ja, boeien. Lekker belangrijk die markt. Dus, ik vind er momenteel niet zoveel aan die markt. Maar ja, het is mooi weer, dus ja, geniet je daar weer van. Ja, toch? En er ligt er eentje te mopperen. Dus we gaan. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet lekker weer met ons ook maar mee. Doei! Ja, zoals jullie zien ben ik gewoon weer thuis. Ik ben de hele middag met Karin de Hart op geweest, gewoon door de stad en het slenteren.
En helaas heeft ze weer heel, heel veel pijn. Ja, ze liep maar 3 tot 4 kilometer per uur. Nou ja, maakt niet uit. We hebben het wel gezellig en fijn gehad. Ik heb een mooie nieuwe BH gekocht. Ja, weet ik ook niet of ik hem pas, maar dat zien we nog wel. Ja, dat zien we nog wel. En wat ik niet gewend ben. Even hup, 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 hup. Zakkie, toen nou. Dat is dat klerenhangertje eraan laten hangen. Hij is rood hoor, lieve vrienden. Niet roze, nee, rood. Maar dat is dat eraan laten hangen. Dat heb ik nooit geweten. Dus ja, helemaal goed. Perfect. We zullen hem vanavond passen. En mijn computer die doet gek. Ik kreeg er net hele rare dingen voor me. Het is allemaal Engels. Ik dat niet weten. Ik heb hem 4 keer op moeten starten voordat het eindelijk wegbleef. Maar nou maakt mijn computer zelf ook nog een raar bijgeluid. Tik, 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 tik. Ja, we horen Elwin er ook tussen. Die zit te knagen op een plastic bordje. Maar in ieder geval dat getik, tik, dat ja, vind ik ook niet fijn. Nee. Maar ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Ik moet nog een vlog in elkaar in zien te zetten. En ik zie dat mijn telefoon knippen. Dus er is telefoon geweest terwijl ik weg was. Ja, blijf voor niemand thuis hoor. Nee, echt niet. Maar ja, het is bijna 6:30. Dus het is nog namiddag. Dag kerel. Dag mijn kereltje. Dus ja, wat ik zeggen wil, het is nog namiddag. Dus nog een hele fijne namiddag geweest. Dat voor straks smakelijk eten. En bon appetit. En laat het je smaken. Ik ga zo ook meteen lekker even wat klaarmaken. Ik weet nog niet wat, maar ik wil wat warmers hebben. Ja, ik denk dat ik even een blikje groenten open trek. En een stukje vleesbak. En dan lekker ga smullen. Ja. Dus dat komt allemaal goed, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet van alles en tot later. Stelletje dwazen. Geweldig. Oké. Okay. Dit is geweldig. Wat? Je krijgt het zo te zien. Je hebt maar even geduld, schat. Ik ben aan het filmen. Komt tevens in de vlog terecht. Oh, weg.